Ja, hoe promoot je boek wanneer deze is uitgegeven? Natuurlijk ongelooflijk belangrijk, PR. Om maar even te beginnen met het fijnste gedeelte is dat je, zodra je bij een uitgeverij zit, een PR-team hebt. En dan moet je bedenken, het gaat bij boeken eigenlijk heel vaak om free publicity. Een uitgeverij heeft natuurlijk ook marketinggeld, maar een boek is en blijft een niche product, dus die gelden zijn beperkt. Dus je verwacht eigenlijk, hè, dat is ook verwachtingsmanagement, verwacht geen gigantische posters door de hele stad, verwacht geen tv-spotjes, verwacht geen radiospotjes. Gebeurt natuurlijk wel af en toe, maar ook wel vooral als je goed kijkt en luistert met de grote namen of namen die zich al bewezen hebben. Maar ben je een debutant, dan is het vooral free publicity. De uitgeverij zal dan natuurlijk heel veel media benaderen, dus de kranten en de tijdschriften en noem maar op. Maar eigenlijk wat je vooral heel erg moet doen, is ook zelf heel creatief zijn. Kom met ideeën. Hè. Bij non-fictie kun je ook heel erg denken, hè. Aan een haakje, kan ik een goed artikel bijschrijven, hè? Of heb ik een goede insteek voor een interview, dat voorgelegd kan worden door de uitgeverij aan journalisten. Maar wees gewoon heel erg creatief. En deel die creatieve ideeën ook met de uitgeverij. Want uiteindelijk ben jij de allerbeste ambassadeur van je eigen boek. En dat moet je benutten. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube-kanaal voor andere video's. Of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.